Alles in dit leven heeft een bedoeling. Zo heeft u ook een reden om deze band aan te zetten. En die reden weet u alleen zelf. U mag dat ook voor uzelf houden. U mag uzelf ontdekken. U mag op zoek gaan naar uzelf. En daarom wil ik u heel graag meenemen naar uw eigen ik. Dat is goed voor hen, maar ook voor u. Thank you.
tijdens deze klanken van het Ave Maria wil ik toch heel even nog met u praten. Leven is geboren worden en sterven. Maar ik hoop dat u beseft dat wij mensen meer zijn dan een lichaam alleen. We zijn hier op aarde om een les te leren. En die les is leren accepteren. Soms zitten we in een hele moeilijke situatie. Misschien zelfs nu. Laten we dan proberen toch die situatie te leren accepteren. Want als u leert accepteren, dan pas kan een verandering en zelfs een verbetering ontstaan. We zijn ook allemaal tezamen onderweg naar het licht. En eens zullen we dat ook bereiken. Laten we daarom samen alles proberen te doen. Elkaar helpen in voor- en tegenspoed. En als u denkt dat er helemaal niemand is die naar u wil luisteren, heeft u toch bij het verkeerde eind. U zult zelf een bepaald initiatief moeten nemen. Probeer te praten. Er is altijd iemand die naar u wil luisteren. En u weet dat u ook heel veel van uzelf mag houden. En van uzelf houden heeft echt niets te maken met egoïsme. Van uzelf houden betekent niets anders dan uzelf accepteren, zoals u bent. Misschien bent u te dik. Houd toch van uzelf. Het is maar één voorbeeldje dat ik opnoem. Maar laten we toch dat voorbeeldje even aanhalen. U gaat voor de spiegel staan en u zegt tegen uzelf dat u van uzelf houdt. En u zult zien dat het innerlijk een bepaalde verandering gaat geven. Want ook dan is dat een acceptatie. En als u blij bent, tevreden met uzelf, met uw eigen ik, dan bent u ook ten opzichte van andere mensen liever, vrolijker en een tevreden mens.